Daarom gebruik ik Adibi Boeken. En dat zijn boeken in een PDF-bestand dat ik kan gebruiken op mijn computer. Als het hoofdwerkwoord een koppelwerkwoord is, dan heeft de zin een naamwoordelijk gezin. Een heel goede avond allemaal en van harte welkom bij het webinar Adibi Boeken en Lees voor. Hoe ga je daarmee aan de slag? En dan voornamelijk deze avond gericht op jullie als ouder. Hoe kan jij samen met je kind die voorleessoftware beginnen te verkennen en met Adiboeken leren werken? Nu, voor we beginnen, eerst wat praktische afspraken. Ten eerste, er zit een collega van ons klaar in de chat. Misschien kan die zich ook al eventjes kenbaar maken, zodat ik zeker ben dat die daar ook effectief zit. Want ik zit op dit moment redelijk alleen in een ruimte tegen een camera te praten. Ah, voilà, Adibiep is aanwezig. Perfect. Dus hebben jullie een vraag of wil je al even iets tussentijds delen, dan kan dat in de chat. Onderaan deze video zie je een beschrijving staan. In die beschrijving kan je ten eerste het Adi leerwerkboek vinden. En dat gaan we vandaag heel veel gebruiken. Je moet dat niet per se nu beginnen downloaden. Maar je kan dat wel nadien downloaden van de website of altijd terugvinden onder deze video. Okay? Het tweede is onderaan. Ik ga eventjes kijken of het geluid iets harder kan. Voilà. Is dat beter? We proberen het zo eens. En ik ga ook de microfoon gewoon dichter bij mij zetten. Hopelijk gaat het zo beter. Zullen we eventjes checken in de chat. Dus onderaan vind je ook een evaluatieformulier. En je vindt daar ook nog de link naar de verschillende websites. Eventjes nog eens kijken. Is het nu luider voor jullie of is het nog altijd stil? Oké. Ah, voilà. Dankjewel om dat al te delen. Dat is voor mij niet altijd duidelijk hoe dat technisch werkt. Maar zwart. Oké. Wat staat er vandaag op het programma? We gaan ongeveer... ik ga kijken of ik het hier nog luider kan zetten. Maar ik vrees dat ik dan op beperkingen uitkom. Maar ik ga het eventjes toch checken. Mijn excuses. Ik ga hier het iets luider nog zetten. Normaal gezien ga je het nu luider moeten horen weer. Ah, oké. Dankjewel, lieve mensen. We gaan ervoor. In de komende drie kwartier gaan wij proberen duidelijk te maken hoe je aan de hand van dit boek, dat gratis te gebruiken is en gratis te downloaden is, eigenlijk samen met je kind echte voorleessoftware gaat kunnen verkennen en ook zo'n digitaal schoolboek verkennen. Want we gaan het vandaag hebben over de schoolboeken, de digitale versie van een schoolboek voor een digitale versie van een leesboek. Daarbij moet je bij collega's zijn van Luisterpunt. Maar oké, dit boek gaat het dus worden. Ik kan dat ook met jullie delen, namelijk op deze manier. Voilà, en nu staat dat digitaal naast mij. En ik ga meteen erdoor gaan. Het doel van vandaag is dus dat jullie dit boek al eens leren kennen. Waarom? Ik heb iets gedaan dat ik beter niet had gedaan. Voilà, dat is terug beter. Zo. Nog iets smaller. Voilà. Zo. Wat is de bedoeling daarvan? Eigenlijk dat jullie ten eerste weten hoe hebben wij zo'n Adiboek opgebouwd. Het tweede, wat kan je daar nu in godsnaam mee doen en wat is de meerwaarde daarvan? Maar dat zit ook vol met filmpjes, zodat jij samen met je kind echt stap voor stap op eigen tempo kan leren werken met voorleessoftware en met Adiboeken. Dit is het Adi leerwerkboek en is dus onderaan in de beschrijving terug te vinden. Nu, belangrijk. Ik ga vandaag niet de verschillende voorleessoftwarepakketten uitleggen, want dat hebben we al allemaal gedaan in filmpjes. Dus die kan je echt stap voor stap gaan bekijken en ik ga je ook uitleggen hoe je daar op de makkelijkste manier mee aan de slag kan. Nu, je ziet het hier al op de afbeelding. Je ziet een volwassene samen met een kind. Het leren werken met de computer kost tijd. Als je er vandaag mee begint, zien we eigenlijk dat je binnen 2 schooljaren pas echt een vaardige leerling hebt. En met een vaardige leerling bedoel ik, een computer opzetten, dat is niet zo moeilijk. Maar een bestand opslagen. Waar doe je dat? Welke naam? Wat als je al 5 maanden aan een stuk toetsen bent aan het opslagen? Hoe hou je daar orde in? Hoe geef je dat af aan een leerkracht? Hoe kan ik dat doorgeven? Moet dat via mail, moet dat via Dropbox, moet dat via een andere manier? Dat vraagt allemaal vaardigheden. En vaak zelfs nog specifieke vaardigheden die dat sommige volwassenen zelfs niet hebben.
Dus wij gaan eigenlijk kinderen trainen om ze future-proof te maken, want wellicht gaan ze voor hun toekomstige job ook de computer nodig hebben. Wij zijn gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs Vlaanderen en daardoor kunnen wij eigenlijk die voorleessoftware en die ADI-boeken gratis aanbieden aan kinderen met een beperking in de schriftelijke communicatie. Wat betekent dat? Een beperking in de schriftelijke communicatie, moeilijkheden hebben met lezen, spellen en schrijven. Dat staat allemaal uitgelegd op onze website, dat is ook niet de focus van vandaag. Ik wil echt dat jullie weten hoe jullie aan de slag gaan en dat op een zo kort mogelijke tijdspanne. We gaan verder in ons ADI-leerwerkboek. En we gaan even naar de inhoudstafel. Eerst gaan we het heel praktisch hebben over de tool die wij voor jullie klaar hebben gezet, een ADI-boek. Wat zeg je daarmee, maar vooral, hoe maken we dat? Wil je daar nog meer over te weten komen? Volg dan zeker volgende week onze digitale open deurdag, want daar gaan we daar echt dieper op in en zie je ook wat meer over ja, hoe is ADIB begonnen en waar staan we nu. Belangrijker is echter vanachter. Je ziet dat in dit boek oefeningen staan. En eigenlijk is het beste dat je thuis dat boek ook afdrukt. Waarom? Ook als jullie kind later met ADIB-boeken op de computer werkt, is het toch superbelangrijk dat je ook de gedrukte versie hebt. En dat heeft drie redenen. Ten eerste, het moet. Want je moet een gedrukte versie van je boek hebben alvorens je een ADI-boek kan hebben. Het tweede is, ja, soms is het makkelijker om door een boek te bladeren. Maar vooral, je onthoudt veel beter van een boek. Want op een scherm, dat is bij jullie nu ook, als ik hier door dat boek blader, zit ik nu vooraan of achteraan? Je kunt dat niet direct zien. Hè? Nu hebben we geen paginanummer zichtbaar. Je hebt geen enkel idee. Als je aan het studeren bent op de computer om te laten voorlezen misschien, zodat je het kan horen, of typt, zodat je het beter kunt lezen, wel, hou altijd je boek ernaast, want je onthoudt enorm veel door je boek vast te hebben. Denk maar aan misschien dat je een toets hebt gehad en dat je vroeger dacht, oh, ik weet het staan, het staat in die linkerbovenhoek, dat was dat kaderke, zo'n blauw kaderke. Wel, dat is wat vaak omdat je je boek hebt vastgehaald. Dus maak gebruik van die bladspiegel. Ja? Dus een ADI-boek is dus krak hetzelfde boek, maar dan op deze computer. Oké, we vliegen erin. Een ADI-watte. Het eerste wat wij doen voor jullie is een ADI-boek, een boek dat wij krijgen van de uitgeverij, want wij werken samen met de GEWU, dat is een overkoepelende organisatie van allemaal educatieve uitgeverijen die eigenlijk zo, ja, eraan denken aan de kinderen met leerstoornis of met een beperking in de schriftelijke communicatie, om een digitale versie van hun boek te voorzien. Enkel gaat dat niet via de uitgeverij, maar gaat dat via ons, want wij gaan eerst dat boek nog voor jullie bewerken. En het eerste wat wij doen is dat in stukken knippen. Want vaak hebben onze leerlingen niet de nieuwste computers, niet de sterkste computers. Dus wij zorgen dat de bestandsgrootte al zo klein mogelijk is. Maar wij knippen op een slimme manier. En dat betekent, ja, wij gaan niet in het midden van een hoofdstuk zeggen, oké, hier knippen we. Nee, we doen dat stap voor stap, zodat eigenlijk voor de leerling het logische hoofdstukken zijn. Daar staat hier meer uitleg over, maar ik ga meteen verder. Dan passen wij de voorleesvolgorde aan. En je moet even denken aan een krant waar je verschillende kolommen hebt. En een computer die leest het liefst van boven naar beneden, van links naar rechts. Dat betekent dat hij dus in plaats van kolom per kolom te lezen, gaat hij de eerste zin van kolom 1 lezen, dan de eerste zin van kolom 2. Ja, dat klinkt heel vreemd in uw oren. Dus wij gaan al zeggen tegen de computer in welke volgorde die eigenlijk zo'n boek moet voorlezen. En dan misschien nog het belangrijkste. Wij duiden aan in welke taal de computer moet voorlezen. Bijvoorbeeld hier, ik hou van jou, moet voorgelezen worden met de Nederlandse stem, maar je t'aime moet met de Franse stem gelezen worden, anders heb je je time. Ja, en dat klinkt niet juist. Nu, kinderen of leerlingen die Frans studeren, die denken ook vaak in het Nederlands. Zeker als ze heel jong zijn, je weet, het is armoire, maar het is makkelijker om het te onthouden als je misschien zegt armoire. Dus ook daarbij kan ondersteuning van een computer heel handig zijn. En dan gaan we de paginanummers nog aanduiden. En wat doen we, waarom doen we dat? Zodat eigenlijk als de leerkracht zegt, neem pagina 25, dat ook jullie kind
25 kan typen en dat die op de juiste pagina terechtkomt. Ik zie vragen binnenkomen, ik ga daar nog even mee wachten. Ik ga ongeveer binnen een 10 minuten al de eerste 5 minuten nemen om vragen te beantwoorden. En dan het belangrijkste. Wij zorgen ervoor dat het boek van jullie vraag vertrekt. Dus op onze website kan je boeken aanvragen. Dus weet je al, oei, mijn kind gaat volgend jaar ADI-boeken nodig hebben. Kijk dan eerst, misschien staat het al in onze catalogus. Kan je het nog niet terugvinden, kan je het aanvragen op onze website adibib.be. Dat kost tijd, zo'n omzettingsproces. Dus wij proberen zoveel mogelijk boeken om te zetten in de grote vakantie. Dus ja, wij proberen nu dus alles voor te bereiden dat we alle boeken binnenkrijgen van de uitgeverijen, om dan met een heel team van studenten al die boeken aan te duiden. Want dat vraagt nog altijd wat ja, denkwerk en doewerk voornamelijk. En daar zetten wij studenten voor in. Dus wil je er zeker van zijn dat je ADI-boek beschikbaar gaat zijn in september, neem dan zeker de tijd om even te kijken of ons boek al in de catalogus staat of al is aangevraagd. Waarom is dat handig? Omdat je dan een boek kan volgen. Dan krijg je van ons een mail van zodra die ter beschikking is op onze website en je die ook meteen kan bestellen. Oké. Kan je zelf ADI-boeken maken? Ja, maar. De computer kan wel redelijk goed tekst voorspellen, maar er kan heel veel fout lopen. Als je een slecht kopie hebt, ja, die puntjes en die pixels, ja, dat gaat zorgen dat de computer daar andere letters van maakt en dus ook andere woorden uithaalt. Maar ook, als iets in een foto vastzit, daar gaan we het zelfs over hebben, loopt het ook mis. Dus we hebben voorlopig nog geen antwoord voor toetsen of scans van een leerkracht. We proberen daar in de toekomst wel iets op te vinden. Maar eigenlijk een ADI-boek zelf maken vraagt heel veel tijd en moeite. En daarom dat wij dat voor jullie doen. Eén ADI-boek maken kost ongeveer 2 uur tijd om alles juist te zetten en dan ter beschikking te plaatsen voor jullie. Als je dan weet dat we een aantal honderden boeken per jaar doen, kruipt daar dus wel best veel tijd in. Oké, waarom gaan we die voorleessoftware nu gebruiken samen met dat ADI-boek? Dat staat hier samengevat. Het eerste is, ik kan mijn tekst laten voorlezen. En dat op een manier die ik fijn vind. Dus voor het ene kind kan dat best trager staan dan voor het andere kind. Dus iemand met dyslexie, bij wie het lezen niet vanzelf gaat, die kan dus een ADI-boek gebruiken om het te laten voorlezen met de computer. Nu, er zijn heel wat leerkrachten die perfect willen of bereid zijn om voor een kind te gaan voorlezen. Maar dat is gevaarlijk, want natuurlijk, het is niet omdat die leerkracht daarvoor zorgt, dat ook in de toekomst jullie kind altijd iemand heeft klaarzitten om eigenlijk de tekst te gaan voorlezen. Plus, als je iets leest, vaak moet je dat tot 3 keer terug beluisteren. Dat betekent dat elke leerkracht al 3 keer moet gaan voorlezen. Ja, dat vraagt zowel veel energie van de leerling, hè, om afhankelijk te zijn van de leerkracht, maar ook van de leerkracht, want die is aan het lezen in plaats van misschien met de klas bezig te zijn. Dus die voorleessoftware, het laten voorlezen van je tekst, is iets dat kan werken voor een taalvak, Nederlands, maar ook bij economie en ook zelfs in het hoger onderwijs. Want in het hoger onderwijs heet ADI-boek Book a Book. En dat wordt eigenlijk verzorgd voor leerlingen die dat ook een beperking hebben en dus moeite hebben met lezen, spellen, schrijven in het hoger onderwijs. Dus een ADI-boek leren gebruiken kost zeker tijd, maar als je kijkt hoeveel jaar dat je daar gebruik van gaat maken, dan is het meer dan ooit de moeite. Waarom? Dat zit er eigenlijk hiermee vast. Een beetje verschuiven, voilà. Als je een leerling een goede zelfwaardering wilt geven of een gevoel wilt geven dat hij het kan, dus het kan je best inzetten op 3 dingen. Eerst en vooral zorgen wij dat de leerling autonoom kan zijn. Het is niet fijn om afhankelijk te zijn van iemand. Als iemand de hele tijd de deur voor u moet opendoen omdat je niet aan de klink kunt, of iemand nodig hebt om voor te lezen, of iemand nodig hebt om na te rekenen, ja, dat voelt niet juist. Ook als volwassene is het niet altijd makkelijk om hulp te vragen, maar wil de liefst veel kunnen.
Dus wij zorgen dat ze autonoom kunnen zijn. En met een computer is dat zo. Door hen een boek te geven, en ik zou in de klas zeggen, lees die tekst, dan kunnen ze dat. Maar wel met de computer. Het tweede is, wij zetten in op betrokkenheid. Betrokkenheid is, ik wil ervoor zorgen dat jij samen met je leerkracht goede afspraken kan maken met je mama en papa, met de logopedist, met... maar dat je vooral zin hebt om ermee aan de slag te gaan, maar vooral dat je een haalbare traject hebt in de klas. Betrokkenheid kan ook betekenen betrokken bij de les. Want als je op het... stel je voor dat je een website moet bekijken, heel de tijd in Chinees. Oké, daar zijn wel plaatjes, maar de inhoud staat nog altijd vaak in woord. Als je het nieuws wilt lezen, ja, dan moet je misschien voorleessoftware gebruiken. Maar ook, als je wilt chatten via WhatsApp, ja, als je een bericht binnenkrijgt, moet je dat toch laten voorlezen. Ja, maar ik kan vragen dat iedereen zijn berichten naar mij inspreekt. Dat is waar, maar dat voelt niet juist. En dan het laatste is competentie. Het is geweldig leuk om te zien, heel jonge kinderen die wel de computer aanleren, die hebben eerst een gevoel van, oei, dat ga ik nooit kunnen, tot een gevoel van, wauw, ik kan plotseling wel iets lezen, wel iets verstaan, ik kan wel een zin juist schrijven. En eigenlijk die drie, die vinden wij ook terug in ons werk als volwassenen. Denk maar aan uw gsm. Je typt daarop. Typ je een woord fout, dan krijg je een automatische spellingcorrector. Dat zorgt ervoor dat je ten eerste je competenter voelt, want ja, je gaat geen domme fout de wereld insturen. Betrokken, je kunt beter vertellen wat dat je wilt zeggen. En dus je gaat niet verengen tot een smalle boodschap. En autonomie, ja, ik kan zelf mijn bericht checken in plaats van dat ik naar mijn mama of papa moet gaan om te controleren. Het beste voorbeeld daarvan vind ik nog altijd een van onze oud-leerlingen die in het, op zijn 13 jaar, ja, dan begint dat, pubergedrag, en hij was verliefd en hij ging voor een lief. En hij heeft een lief gevonden. Enige probleem, hij had heel veel moeite met lezen. 3 letterwoorden, maximum. Nu, als je een lief hebt die met u sms't, die gaat sowieso meer dan 3 letterwoorden de wereld insturen. Dus in het begin moest die jongen naar zijn mama gaan om de sms van zijn lief voor te lezen. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk gevoel dat je de woorden van je lief hoort met de stem van je moeder. Dus die is eigenlijk heel snel overgestapt naar hoe werkt nu zo'n voorleessoftware op mijn gsm? Om dan competenter te voelen. Oké, ik kan dit wel zelf, ik kan zelf met mijn lief overleggen. En natuurlijk is het veel fijner als dat een directe communicatie is en niet via een mama moet gaan. Nu, wat kan je nog doen met ADI-boeken? Eventjes terug naar het boek. Voilà. Zo. Dat is typen. En typen is heel belangrijk voor leerlingen die een geschrift niet kunnen lezen. Zo zijn er. Door bijvoorbeeld dyspraxie, moeite hebben met de fijne motoriek. Maar ook bijvoorbeeld moeite hebben met spelling. Want als je schrijft met een pen, komt er niet automatisch een rood lijntje onder te staan. Op de computer is dat wel het geval. Daar heb je spellingscontrole die mee voor jou nadenkt. Ja? En dan zijn er nog wat toeters en bellen. Je kan tekenen. Ja, dat is soms handig als je een verbindoefening hebt, maar ook als je iets wilt aanduiden. En een van de meest unieke dingen aan leerlingen die met een ADI-boek werken, is de meeste leerlingen mogen niet schrijven in een handboek. Ah, dat kan dus op de computer wel. Dus kan je daar eigenlijk op gaan markeren, gaan aanduiden. Dus je kan daar ook beter mee gaan studeren. Want dat is nog altijd het doel van een schoolboek, dat wat daarin staat, dat je daar gewoon ja, beter in wordt, dat je dat binnenkrijgt als leerstof. We hebben hieronder een stappenplan voor als je aan spelling wilt werken. Neem dat zeker eens door. Het komt erop neer dat het een combinatie is van luisteren naar wat je hebt geschreven, kijken of dat de rode lijntjes zijn, en nadat je alles gecontroleerd hebt, nog eens terug gaan luisteren of dat het nog altijd is wat je wil. De computer zou hier bijvoorbeeld zeggen, katen zijn leuke huisdieren. Katen? Dat wou ik niet schrijven, ik wou katten. Oké, dus ik ga dat aanpassen. Dan heb ik, katten zijn leuke huisdieren. Ah, maar hier staat een rood lijntje. Ah, hier moest nog een N achter, ik luister nog eens. Katten zijn leuke huisdieren. Oké, als het al juist klinkt, en er zijn geen rode lijntjes, dan is de kans dat uw zin juist is echt al heel groot.
Maar dat vraagt natuurlijk wel meer energie van uw kind. Dan hebben we een hoofdstuk daarin met wat allemaal mis kan lopen. En waar loopt het mis? Wiskunde, niet voorleesbaar. Die gaan niet zeggen 2/8, 2/6, 2/4. Wat loopt nog mis? Als het de tekst niet sleepbaar is. Kijk, deze tekst hier kan ik mooi slepen. De tekst hier niet. Die zit vast in de foto en dus de computer weet ook niet dat daar iets voor te lezen is. Er zijn sommige woorden die fout voorgelezen worden. En je hebt woorden die vreemd worden voorgelezen door de computerstem. Ja? Als je dat gaat proberen met je voorleessoftware, ga je zien, misschien is dat ondertussen al wel opgelost, dat die woorden niet meer vreemd worden voorgelezen. Maar ga ervan uit dat nooit 100% van de tijd alles wordt voorgelezen op een correcte manier. En dat is ook niet erg. Dat is niet erg, want het is vooral, wat is het verschil tussen het niet gebruiken en dus afhankelijk zijn van je eigen leesniveau of de computer die je ondersteunt, maar je volgt nog wel mee met je ogen. Ja? Wat kan die nog niet herkennen? Schrijfletters. Dus als je iets schrijft in een boek, ga er niet vanuit dat dat plotseling voorleesbaar is. De computer moet echt de duidelijke lettertypes herkennen. Oké, ik wil zo snel mogelijk naar het belangrijkste. En dat is de oefeningen. Het AD-leerwerkboek doe je best open in je browser. Je bent nu aan het kijken naar YouTube via een site. Wel, daar kan je ook het AD-leerwerkboek in open doen. Want iets verderop, kijk hier, achteraan, hebben we voor jullie, dat zijn de oefeningen, voilà, YouTube-knopjes staan. Als je het in een browser opendoet, kan je daarop klikken en zal de video meteen opengaan. Ja? Als je hier ziet, hebben we dus per voorleessoftware een aantal filmpjes gemaakt. Die ofwel een functie tonen, bijvoorbeeld hoe doe je een boek open in Alinea, of Kurzweil 3000, of Sprint Plus, of TextAid. En daaronder kan je oplossingsvideo's vinden voor de verschillende oefeningen die in dit boek staan. Dus als je niet weet hoe je moet starten, ga naar dat filmpje kijken. Dit is echt de belangrijkste tip dat ik jullie vandaag kan geven. Jullie hoeven geen expert te zijn in IT. Het enige wat je wel moet doen is regelmatig oefenen. En op wat ga je oefenen? Ja, afhankelijk van wat uw kind nodig heeft. Als uw kind geen moeilijkheden heeft met lezen en dus enkel met geschrift, ja, dan is het voldoende om te oefenen op schrijven en spellingscontrole en woordvoorspelling. Maar dan moet hij dat niet laten voorlezen met de computer. Dus dat is geen lijstje dat je van boven naar beneden moet doen. Je moet even nadenken, wat wil ik dat mijn kind als eerste kan? En sommige leerlingen zijn al heel blij met dat ze één functie kunnen. Anderen hebben wel heel de set van tools die dat ze willen en kunnen gebruiken. Het boek staat hieronder in de beschrijving. Dus daar staat AD Leerwerkboek. Je kan op die link klikken. Oké. Ik ben even heel snel naar voren gegaan. En ik ga eens een oefening tonen met jullie. Dit is een tekst, we hebben die speciaal gemaakt. En daar zitten soms ook bewust fouten in. Waarom? Omdat dat gewoon realistisch is. Het leven zit zo ineen dat niks 100% gaat zodat je het wilt. Dus moeten we ook niet doen alsof dat elk AD-boek perfect is. Nee, wij proberen ervoor te zorgen dat een AD-boek 90% nauwkeurig is. Als wij willen naar 100% gaan, dan kost dat veel meer tijd. En vooral, jullie zijn nu massaal boeken aan het aanvragen en we hebben nog altijd maar een beperkt budget. Dus het is een keuze om meer boeken aan 90% nauwkeurig te krijgen, dan dat er minder boeken klaarstaan die wel volledig juist zijn. Nu, wat zie je hier? Hier staan dus een leestekstje dat je kan oefenen. Hoe lees je dat? Maar ook, dit zijn zo van die typische oefeningen. Daar staat al een deel geschreven en nu moeten wij nadenken, hoe ga ik dat nu invullen? Ga ik enkel het woord lectie nog typen? Of ga ik misschien, want hier is nu praxie, wat moet ik hier invullen en ga ik nu heel het woord terug opnieuw typen of maar een deeltje? Nu, je gaat zien, als je maar een deeltje typt, kan dat zijn dat hij dat niet leest als één woord. Dus misschien is het beter om dat toch nog eens volledig te typen. Want ja, spellingscontrole werkt ook maar als je het volledige woord typt.
Dus oefenen op hoe oefeningen in de klas er zouden kunnen uitzien, is enorm belangrijk. Ja? Wat voor oefeningen hebben we nog? Dit is een leuk iets, een beetje tekenen. Een verbindoefening. Nu, als uw leerling of uw kind daar veel tijd in steekt, verbindoefeningen, maak die dan wel op papier, hè? Allee, ik bedoel, staat er toch klaar. Dus als je je gedrukte boek naast u hebt en je merkt, oei, dat gaat me veel meer tijd kosten op de computer, gebruik dan gewoon de computer waarvoor dat je het nodig hebt. Het lezen, het spellen en het schrijven. Zo. Het zijn voornamelijk oefeningen om samen te doen. Waarom? Omdat ze sowieso in het leven dat soort van oefeningen krijgen. Bijvoorbeeld, hier is het een truc, vul in. Nu, iemand die geen computer heeft, die moet alles sowieso overschrijven. Nu, als je wil oefenen op spelling, raad ik je ook aan om te typen. Maar als dit een oefening is op betekenis, kan je misschien wel kopiëren en plakken. En zo tijd winnen. Waarom moet je tijd winnen op de computer? Omdat alles al 3 keer zo lang duurt. Dat betekent, als de rest van de klas een half uur bezig is, dan heb jij als kind 1,5 uur, bij wijze van spreken, nodig. Nu, dat is niet haalbaar natuurlijk. Dus moeten we misschien gaan kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met de computer minder oefeningen moeten maken, of dat ze wel meer tijd krijgen, maar beter afgegrensd. Of een schrijfhulp, of misschien al oefeningen die gewoon makkelijker zijn om in te vullen op de computer. Van een leeg blad vertrekken is altijd moeilijker dan wanneer dat de vragen helder gestructureerd en makkelijk te begrijpen zijn. Hier hebben we een invuloefening met afkortingen, want een ADI-boek heeft iets lastig. Nu, wij kunnen daar niks aan doen, maar als je een ADI-boek typt, dan gaan die woorden niet aan de kant geschoven worden. Want een ADI-boek, wat doet die eigenlijk? Als je daarop gaat inschrijven, die denkt eigenlijk, ik plak die woorden daarop. Dus die gaat niet die woorden aan de kant duwen als je aan het typen bent. Die gaat gewoon over die woorden typen. Dus hier hebben we bewust ook te weinig plaats gezet. En ga je misschien je lettertype moeten aanpassen of je lettergrootte. Ik wil echt dat ze daarop kunnen oefenen, want natuurlijk, om met de computer in de klas te zitten, dat vraagt vaardigheden. Dan heb je een omcirkeloefening, want die moet je natuurlijk ook hebben. Lezen uit een tabel zit erin. En zo verder, en zo verder. Ja? Dat zijn heel concrete oefeningen om te doen. Neem daar je tijd voor. Als je nu een hele dag met je kind aan een ADI-boek gaat werken, dat gaat te veel zijn. Als je elke dag 1 filmpje bekijkt en misschien zegt, ah wel, dit filmpje gaan we nu 3 keer na elkaar bekijken. De eerste keer kijken we en de volgende keer doen we en doen we nog eens. Dan heb je oefenkansen gecreëerd. Wij hebben vooral gezorgd dat jullie niet moeten zoeken naar hoe werkt het en welke oefeningen moet ik nu maken. Want normaal gezien, een ADI-boek mag je enkel bestellen, ik heb dat daar straks al gezegd, als je de gedrukte versie hebt. Nu, de gedrukte versie, ja, als je nu een grote vakantie hebt, heb je misschien nog niet de gedrukte versie. Dus mag je dit boek downloaden en gebruiken. Maak dat ook eens kapot, slaag dat eens op, probeer dat eens kwijt te spelen, probeer dat terug te vinden. Zoals het zou gaan in een klas. Daarom dat we dit boek voor jullie hebben gemaakt. Nu, oké. Even al een samenvatting hiervan. We hebben dus 2 soorten video's. Instructievideo's, die tonen je dus eerst hoe je met de software iets moet doen. Dus hoe verander ik de voorleessnelheid? Hoe kan ik schrijven? De oplossingsfilmpjes daaronder zijn echte case studies, oefeningen, zoals dat ze in de klas zouden voorvallen. Ja? Dus dat is een ander type oefening waarbij je veel meer van die functies naar elkaar moet kunnen. Wat hebben we nog voor jullie gemaakt? Dat zijn een aantal informatievideo's. Want jullie zijn nu zo bereid om eigenlijk hier tijd te maken om een webinar te volgen. Dat is knap van jullie, maar jullie gaan nog mensen in jullie netwerk ook moeten overtuigen. En een van de eerste dingen, ik ga zelfs naar de chat kijken en misschien ga ik daar ook al die dingen vinden, zijn jammaren. Een jammer is al te erg en gevaarlijk. Jammer, zijn ze niet te jong. Jammer, dan leren ze niet meer lezen. Jammer, dan is dat toch een extra last.
Ah, wel, we hebben hier filmpjes gemaakt die antwoord geven op de meest voorkomende jamaren. Want wij hebben misschien wel een idee van wat dat de jamaren zijn, maar jullie hebben niet altijd de wapens, zal ik maar zeggen, om goed te informeren. Nu, dit zijn vooral gesprekstarters. Want heel eerlijk, om ADI-boeken te implementeren in een school, een klas of thuis of met de logo, zijn vooral goede afspraken nodig. En vooral oefentijd. En dus dat is het laatste voordat ik naar de vraag ga kijken. Een computer in de klas. Als die computer dicht is, ben je niet aan het oefenen. Als je zegt, ja, maar we gaan het gebruiken bij spelling. Ah, dan kan dat zijn dat dat kind misschien 5 keer per week 10 minuten oefent of een kwartier oefent. Nee, kies eerst voor een vaardigheid die je echt, dat je bijna de computer heel de dag voor moet laten aanstaan, ook al gebruik je de computer niet heel de dag. Piano spelen leer je ook door frequent te oefenen. Dus moeten we frequent oefenen. Zorg dus ook dat er in de klas een haalbare doelstelling wordt gesteld, waardoor dat je meerdere maal de computer op en af moet zetten. Ja? Want dat kost tijd en vooral, des te meer je oefent, des te sneller je daarin gaat zijn. Oké, ik ga eventjes kijken naar de chat. Oei, ik heb zelf moeite met lezen, dus dat wordt voor mij al een uitdaging om weer even door te gaan. Oké, ik ga er eventjes van bovendoor. Ik zie dat inderdaad mijn collega al een aantal dingen heeft beantwoord. Oké. Ja. Ik ga even afspreken. Anne, kan jij de vragen zelfs even bundelen? Degene die je nog niet beantwoord hebt en die je mij graag voorop wilt laten zetten in de webinar, dan ga ik daarop inspelen. Maar voor mij nu, ik zie al dat er veel is beantwoord. Ik zou liever dan even nog doorgaan met het tweede deel. Dus Anne, binnen 5 minuutjes kom ik terug hierop en wil ik even zien welke vraag ik moet beantwoorden. Dank u wel. Oké, welke voorleessoftware gaan jullie nu kiezen? Nu, ten eerste zitten we hier met een geweldige, een goede situatie in dat opzicht. Wij mogen al vrij 4 softwarepakketten verdelen. Waarom? Omdat, heel eerlijk, de softwarepakketten hebben het grotendeels dezelfde functies, want ja, je wilt het gebruiken om voor te lezen, spellingscontrole, invullen. Dat hebben we allemaal gecheckt, dat kan het allemaal. Dus elk van die 4 pakketten kan wat het moet kunnen. En daarmee bedoel ik, als je 1 van die 4 pakketten gebruikt, kan je dus doorheen de schoolcarrière je laten ondersteunen met voorleessoftware. Nu, wij geloven er wel in dat de juiste voorleessoftware bij het juiste kind terecht moet komen en dat dus ook het juiste kind bij de juiste voorleessoftware moet. Dat betekent, probeer eens. En normaal gezien moet je dan die software installeren of moet je ergens op inloggen. Maar doe gewoon eens een simpele oefening. En dat kan je doen met deze tabel. Bijvoorbeeld, hier zie je ADI-boeken openen. Of nee, ik ga hier schrijven pakken. Zo. Als je nu eens wil zien hoe dat gebeurt in de 4 pakketten, dan kan je hier eens proberen, daar eens proberen. Dan kan je Sprint Plus eens proberen, TextAid proberen. En dan heb je dus Alinea Kurzweil ze alle 4 is gezien. Dan zie je al wat het verschil is. Het tweede is, elk van die pakketten bieden ook demo-versies aan. De vakantie is lang genoeg om misschien eens een paar dagen een pakket te proberen. Het is wel zo, als je voor Lees voor Vlaanderen je aanmeldt en je kiest je voorleessoftware, dan zit dat vast voor een schooljaar. Na een schooljaar mag je terug opnieuw een nieuw pakket kiezen, maar de keuze die je maakt op onze website is bindend voor een schooljaar. Nu, nog eens, ik geloof er echt stevast in dat al die 4 pakketten al heel veel kinderen hebben ondersteund. Er zijn ook pakketten die hier niet in zitten, die ook voorlezen, maar je moet rekening houden, in België leren onze leerlingen best veel verschillende talen. Dus die taalswitch kunnen ondersteunen, dat kunnen deze 4 pakketten. De voorleesvolgorde kunnen volgen van onze ADI-boeken, dat kunnen deze 4 pakketten. Ja? Dus we hebben die al op voorhand voor jullie gekozen. Maakt geen foute keuze? Dan moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar voornamelijk, elk van de voorleespakketten hebben de juiste functies. Maar dus een van de tips,
doe hier eens een horizontaal ding en ga kijken hoe ziet hetzelfde functie er op verschillende pakketten uit. Er zijn er die gaan werken op een iPad. Check of dat de software werkt op een iPad. Dat staat op onze website mooi uitgelegd, aangeduid met vinkjes, waar dat het op compatibel is. Hetzelfde met Chromebooks, hetzelfde met Mac, hetzelfde met PC. Dus afhankelijk van wat jouw kind gebruikt, daarop ga je de voorleessoftware moeten kiezen natuurlijk. Stel je maakt echt een foute keuze op basis van, ik was vergeten dat hij een iPad had. Ja, laat dat wel weten. Dat zijn zeer uitzonderlijke gevallen waar dat we eventueel wel iets aan kunnen doen. Oké. Die voorleessoftware hebben vaak ofwel een online versie, waarop dat je moet inloggen op een website en dan alle functies hebt, of echt vast moet installeren. Het belangrijkste is, van ons krijg je een login. En die is bijvoorbeeld lucas.hermans@lees.op met dan een logincode. Dan kan je inloggen op de voorleessoftware die jij gekozen hebt, om daar dan van gebruik te maken. Dat is superhandig. Want dat betekent dat je kind kan inloggen op school, maar ook thuis. En dus stel, die heeft op school geen vaste computer, kan die toch vlot de voorleessoftware gebruiken, afhankelijk van op welke computer die zit. Dat is een van de voordelen sinds dat Lees voor Vlaanderen er gekomen is, dat eigenlijk er een login voor onze leerlingen beschikbaar is, zodat je niet vasthangt aan dat ene toestel, maar kan switchen over de verschillende toestellen heen. Oké, een beetje terug naar boven. We waren bezig over die jammers. Die jammers zijn er voor ouders op zich, maar vooral voor leerkrachten. Om dan te kijken van, wat verwachten we van een kind? En heel eerlijk, voor de meeste kinderen is die computer essentieel. Ik geef les. Als ik voor de klas sta en het is een toets, op wat wil ik punten geven? Op leesniveau? Als ik wiskunde geef, hoop ik van niet. Dus door die voorleessoftware aan te bieden, kan ik er al van uitgaan dat tenminste die leerling de opdracht juist heeft gehoord. Wat niet betekent dat hij plotseling alles juist gaat hebben. Maar aan de andere kant, het is vooral nodig om de echte stoornis of het probleem te ondersteunen. Onze leerlingen zitten heel wat uren achter de schoolbanken. Dat betekent ook dat die heel wat uren moeten lezen. Als je niet kan lezen, is dat echt wel heel moeilijk. Als je nu kijkt naar je computer en je ziet daar allemaal knoppen staan, hoeveel woorden dat er wel op een computer staan, en niet elk woord heeft een icoontje. Want er zijn ook leerlingen die alles onthouden van hoe ziet het icoon eruit of op welke plaats. Maar we lezen wel heel veel. Een bustabel aflezen, de krant lezen, een sms lezen, een mail lezen. Er wordt op bord iets geschreven. Ja, dat is ook lezen. Dus iemand die moeilijkheden heeft met lezen, die heeft wel echt een probleem in de klas. Met schrijven net van hetzelfde. Iemand die zijn geschrift niet kan lezen. Wat moet ik daar dan mee doen? Ga ik dan geen punten geven omdat ik het niet kan lezen en gewoon zeggen, doe beter je best. Als dat kind problemen heeft met schrijven, is het niet van je best doen. Je gaat ook niet zeggen tegen iemand met een bril, zet die een bril eens af en doe eens wat beter je best om te kijken. Probeert je ook wat beter scherp te stellen. Dat werkt zo niet. Dus dat lezen, ondersteunen, gaat hand in hand met het misschien remediëren van het lezen. En remediëren betekent dan het extra oefenen op lezen. Dus wij raden alle ouders aan, begin vroeg genoeg met die computer. Het kost echt 2 schooljaren alvorens je vlot aan de slag kan. Als je daarover twijfelt, bekijk dan zeker de video, zijn ze niet te jong. Dan raad ik jullie zelfs aan, ik ga na de presentatie van vandaag ook een video opzetten. Ik heet niet dom. Echt een aanrader voor alle ouders, want het leven met een leerstoornis is veel meer dan gewoon leren met een leerstoornis. Als je veel vergeet, of veel dingen gaan niet vanzelf, word je best veel geconfronteerd met je niet kunnen. Als je onhandig bent, ben je niet enkel onhandig tijdens de knutselles met je schaar, maar ook in het leven. Als je altijd je wachtwoord vergeet, kan het ook wel zijn dat je een huissleutel is vergeet en vaststaat, je portefeuille kwijtraakt. In de eerste schoolweek van september zijn er altijd leerlingen bij ons op school die hun boekentas vergeten. Doen die dat expres? Ik denk dat niet.
Maar dat is wel direct een redelijk grote impact. Hetzelfde hier een getuigenis rond een leerling die zegt dat hij dyslexie heeft. En hier kan je de video vinden die ik in het begin van de presentatie heb gebruikt, die uitlegt wat de kracht is van die ADI-boeken. Ja? Stel, je wilt eens weten, dat is moeilijkheden met schrijven. Wat is dat juist? Of dat moeilijk lezen, hoe werkt dat? Of wat is daar en wat zijn daar de sterktes en zwaktes en de mogelijke do's en don'ts? Ga dan kijken bij de leerstoornisfiches. Oké, Anne, ik ga kijken. Dus, ja, zeg maar Anne, laat maar komen. Yes. Ik ben aan het kijken, heeft ze ze boven gebundeld? Nee, ik zal naar beneden moeten kijken. Ik zie trouwens nog staan bijvoorbeeld Claroread. We hebben die al eens gecontacteerd. Maar natuurlijk, ze moeten zich kunnen aanpassen aan die ADI-boeken en ze hebben daar nooit concreet op ingegaan. Oké, vraag 1. Hoe doe je dat met toetsen? Mogen ze al die toepassingen ook gebruiken in een toets? Mag je een bril gebruiken tijdens de les en tijdens de toets? Ervan uitgaande dat het echt een leesstoornis is of een leesprobleem? Of waarop wil je als leerkracht punten geven? Op hun leesniveau of op wat ze met hun lees, hun intellect kunnen doen? Dus wij zeggen altijd ja, want heel simpel, als je de hulpmiddelen wegneemt, dan meet je de stoornis en niet de kennis. Let op, je mag van mij wel eens testen een spellingscontrole met computer of zonder computer, maar dan zeg je wel iets artificieel aan het lezen, aan het meten. Aan iedereen die nu werkt als volwassene, bij jullie zit spellingscontrole standaard overal in. Op je gsm, garantie dat daar voorleessoftware op staat. Dat zit eigenlijk al in heel veel dingen in, die tools. Maar daarom gebruikt niet iedereen ze. Iemand die blind is, gebruikt voorleessoftware om te ondersteunen. Natuurlijk. Bij lezen valt dat veel minder op als dat maar... Ja, de hoop is er altijd dat het beter gaat gaan. Nu, wij zien wel dat het gebruik van de computer ook leidt gewoon door meer vaardigheden, bijvoorbeeld in spelling. Want ja, een computer doet je aan de spellingsregels denken. Dus, iemand die kan lezen, die heeft het voordeel dat hij zichzelf kan controleren. Want die kan lezen wat hij geschreven heeft. Iemand die voorleessoftware niet heeft en dus moeilijk heeft met lezen, kan dat niet. Iemand die de regels altijd klaar heeft zitten in zijn hoofd, kan die vlot oproepen. Een leerstoornis betekent net, het leren gaat niet vanzelf. En dus die informatie uit je hoofd halen gaat moeilijk. Dus die tools gebruiken, als het mag bij het oefenen, zeker ook bij de toets. En opgepast, doe zeker niet omgekeerd. Want er zijn ook scholen die zeggen, lieve student van mij, ik heb voor jou 2 prachtige steunzolen. En vanaf dat je de toets hebt straks van lopen, mocht je die aandoen, maar voor nu de trainingen, dat is even lastig, dat gaan we niet doen. Ja, het haalt niet uit om een hulpmiddel aan te bieden op het moment dat je het moet gebruiken, want je hebt het nooit leren gebruiken. Dus dat gaat hand in hand. Vraag 2. In de school mag enkel gebruik gemaakt worden van een iPad. Is dit voldoende? Ja en nee. Zorg voor een extern toetsenbord. Dat is sowieso al punt 1. Want anders vult dat al de helft van de iPad. Wat zie ik dat leerlingen handig vinden, is het vlot kunnen switchen tussen verschillende schermen. Denk maar, je zit even op internet, gekopieerd iets, geplakt dat, je bent in Word aan het typen, misschien moet er nog een foto in de PowerPoint. Het switchen tussen apps en daar overzicht tussen bewaken, is op een iPad, zie ik, moeilijker voor de leerlingen dan op een laptop. Dus wij raden initieel eigenlijk laptops aan, maar natuurlijk, ja, als de school al een iPad heeft, probeer dat eerst. Nu, nog eens, als een hele school iPads heeft, dat betekent niet dat een leerling met bijzondere zorgnoden toch niet moet gaan voor de laptop. Maar ook omgekeerd, misschien vindt iemand anders een iPad makkelijker. Dus kijk daar toch zeker naar de zorgnoden van die leerling. Oké. Een heel belangrijke vraag die ik nu al ook ga antwoorden. Straks vul jullie hier, ik zal even teruggaan naar mijn ADI-boek, op in. En natuurlijk moet dan die leerkracht dat verbeteren. En dat vraagt veel tijd. Er zijn scholen waar het aan de printer staat in de klas en dan print die leerling dat blad af.
Dat is eigenlijk het makkelijkste, want dan heeft die leerkracht gewoon een papieren versie, kan die op verbeteren. Je hebt leerkrachten die een digitale versie van dat boek vragen en ook digitaal verbeteren. Dat vraagt echt al heel veel tijd van vele mensen, omdat dat toch niet al wat meer technische kennis vraagt. En er zijn er ook gewoon die zeggen, laat me even uw computer zien. En vooral erdoor gaan en aantekeningen maken, gewoon op papier. En zeggen, daar moeten we aan werken, daar moeten we aan werken, daar moeten we aan werken. Hou het haalbaar. Haalbaar voor de ouder, het kind, de leerkracht. Daarom dat ik ook zeg, misschien valt het nog allemaal wel best mee wat er op computer moet geantwoord worden. Als het verbindoefeningen zijn, doet dat dan op papier. En ik weet, dat gaat zeker aanpassingen vragen en we zijn bezig met iets te maken, om dat eigenlijk makkelijker te maken, maar daar kan ik op dit moment nog niet veel extra over zeggen. Belangrijk om te weten, als je in de cloud werkt, de cloud, dat betekent dat je je bestanden online hebt staan, let dan goed op dat je niet die bestanden downloadt, erop werkt, ze dan terug moet uploaden, of dat je dan kan er van alles misgaan. Dus train op een bestand open doen, een bestand opslagen, en dan vooral, hoe ga je dat delen met je leerkracht? Ja? Ik weet het, dat is niet zo evident. Ik ga kijken met de collega's of we daar niet iets nog op een A4'tje kunnen schrijven of zo. En dan zullen we jullie dan nadien sturen. We hebben jullie mailadres, omdat jullie hebben ingeschreven. Dan sturen we jullie nog de extra informatie daar rond nadien in een nieuwsbrief of in een extra artikel. Goed? Er wordt hier gevraagd, mag je gemaakte taken delen met de juf via WeTransfer? Ik denk dat dat best tijdsintensief voor de leerling is. Want dan moet hij het juiste mailadres hebben geselecteerd. Je moet ook een mailadres hebben om dat te verzenden. Je moet het bestand vinden. De leerkracht moet dat op tijd hebben gedownload, want allee, dat is nu wel 7 dagen geldig. Dus misschien is dan toch een file sharing system een betere optie met een vaste gedeelde map. Of daar gaan we jullie nog meer rond ondersteunen. Er wordt hier gevraagd, kan zo'n voorleessoftware ook gebruikt worden voor taalproblemen? En ik wil eventjes nog een beetje afwijken naar bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers. Hebben die een beperking in lezen, spellen, schrijven? Absoluut. Als ik van... ik ben van België, ik Vlaanderen, ik spreek Nederlands. Ik ga naar Frankrijk en ik ken geen Frans. Ja, dan ga ik toch alles dat daar geschreven staat in het Frans lezen? Hetzelfde, hè. We hebben een aantal anderstalige nieuwkomers in onze klas of in onze school zitten. Ja, die zeggen hier misschien, make a spelling control and in word for spelling. Ja, dat is enorm moeilijk. Dus zo kan je ook die anderstaligheid gaan ondersteunen. Daar is wel een attest voor nodig, want alvorens je ADI-boeken mag gebruiken, moet je bewijzen dat je ook een beperking hebt in die schriftelijke communicatie. Lezen, spellen, schrijven. Wat betekent dat? Ah, heel simpel. Een attest voor een leerstoornis, zoals dyslexie. Je zit in het buitengewoon onderwijs. Er zijn nog een aantal, maar het belangrijkste. Je kan ook via het CLB een ADI-BIP-attest aanvragen. Ik herhaal dat. Je kan ook via het CLB een ADI-BIP-attest aanvragen. En wat betekent dat? Dat betekent dat jullie als ouder, als school, allebei de nood zien om deze computer op te starten bij die specifieke leerling, omdat er een beperking is in de schriftelijke communicatie. Grote voordeel daarbij is, je moet geen diagnostisch proces doorlopen. Want alvorens je dyslexie het label kan hebben, ja, dan moet er al een achterstand zijn en je moet al geremedieerd hebben en je moet en je moet en je moet. Dat kost tijd. Dus voor deze leerlingen, bij wie dat je eigenlijk al ziet, hier moeten we gaan ondersteunen, maar die heeft geen attest, kan je gaan aankloppen bij het CLB. Ook op onze website staat daar een duidelijke pagina van wat juist zo'n ADI-BIP-attest is. Maar het belangrijkste is, het zorgt voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Want natuurlijk, een attest is niet zomaar voor iedereen. Als je dan kijkt naar taalontwikkelingsstoornissen, ja, in die voorleessoftware zitten geweldige dingen. Daar zit soms een beeldwoordenboek in, of daar zit een woordvoorspelling in, of dat kan homoniemen ontdekken, bijvoorbeeld, zoals, ik ben nu even
Lijden en lijden. Ja, jullie horen niet lijden en lijden. Welke lijden bedoelt je? Ah, die kan u zeggen, pas op, je hebt hier lijden staan. Misschien bedoel jij een groep lijden of misschien bedoel jij pijn lijden. Dus zeker voor die ondersteuning van taalontwikkeling of ook gewoon van dysfasie bijvoorbeeld, kan zo'n voorleessoftware handig zijn. Maar natuurlijk nog altijd gecombineerd met de nodige remediering die daaraan nodig is. Hè. Maar het is een en-en verhaal. Okay? Het zou ook voor heel veel volwassenen, denk ik, best nog handig zijn. Een van de mooie functies die jullie zeker eens moeten bekijken, is een dyslectische woordvoorspeller. Want veel van onze leerlingen die dyslexie hebben, of dysorthografie hebben, beginnen hun woord al fout. Je wil boot schrijven en je schrijft poot. Ja, de computer weet al niet wat je dan bedoelt. Ja, want die kan wel zeggen, oké, een P, een O. Ah, misschien bedoel je pot, of bedoel je pok. Ah nee, ik bedoel de boot. Dus die kan dan gaan zeggen, oké, als een leerling een B of een P schrijft, misschien bedoelt hij ook nog andere letters. Of als een leerling een I schrijft, hè, I-E, ah, misschien bedoelt hij I en heeft hij die letters omgedraaid. Een heel knappe functie die heel veel leerlingen naar een hoger schrijfniveau kan brengen. Want dat blijft nog altijd ons doel. Zorgen dat die leerlingen een hoger schrijfniveau hebben. Als mijn leerlingen, ze gaan van tweede middelbaar naar derde middelbaar, of van het lager naar het middelbaar, stel, die moeten ooit voor een job gaan en die gaan een cv schrijven. Ik hoop dat die op dat moment niet gaan denken, ik ga mijn computer niet gebruiken, want dan zien ze de echte Lucas niet. Nee, ik hoop dat die hun spellingscontrole gaan gebruiken om dan te controleren en een kwalitatieve brief af te werken. Zo, het woord dysorthografie. Veel mensen zouden dat woord misschien omzeilen omdat je het niet kunt schrijven en gewoon zeggen moeite met spelling. Ja, dan zeg je iets aan de kant gegaan. Dus de computer gebruiken om te ondersteunen zorgt voor een hoger leesniveau, een hoger schrijfniveau, want het is leesbaar, maar ook een hoger spellingsniveau. En vooral voor vreemde talen kan ik jullie niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Oké, eventjes terug naar onze inhoudstafel. Ik ga hier naar boven gaan. Zo, en terug naar de inhoudstafel. Hoeveel tijd moet jullie ongeveer nemen? Nu, tijd is altijd afhankelijk van wat wil jij oefenen. Ik weet dat leerlingen over heel Vlaanderen en zelfs heel de wereld aan spelling doen. Elke leerling moet woordjes schrijven, woordjes typen. Tweede misschien niet. Dus in plaats van dat we misschien nu zeggen, we gaan 10 minuten met de computer oefenen, kunnen we misschien beter zeggen, we gaan in de vakantie, al wel 4 keer per week, gaan we 10 woordjes typen en met spellingscontrole verbeteren. En dat 4 keer na elkaar. Dat is veel krachtiger dan dat je gaat zeggen, kom, we gaan eens oefenen op knopjes klikken. Gebruik ze echt in een context die nuttig is. En dat kan voor lezen zijn. Ah wel, weet je wat we doen? We kiezen elke dag 1 artikel op een krant. En dat gaan we lezen. Of dat kan voor schrijven zijn. Oké, weet je wat we doen? We kiezen elke dag 1 oefening die we moesten maken in de klas. Of woordjes, een zin. En die proberen we te typen. Maar dat kan ook zijn. Oké, ik ga 5 zinnen typen en ik ga daar expres fouten in steken. En jij moet die eruit halen. Dus koppel het gebruik van de computer eerder aan wat je ermee gaat doen, dan dat je hier straks gaat zeggen, kom, we gaan die oefeningen zo stap voor stap, wat dat ook heel krachtig is natuurlijk. Hè. Maar als je al liever in de vakantie iets van routine opbouwt, zodat ook die leerlingen met leerstoornissen hun kennis niet gaan vergeten, zou ik zeggen, dan is zoiets, een oefening, geweldig handig. Ja, ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Dus, ik ga stilletjes aan afronden en nog naar jullie vragen kijken. Het eerste is, wil je nog eens weten wat een ADI-boek is? Eerste hoofdstuk staat voor jullie klaar. Welke functies zijn er? Staat hier kort uitgelegd. Zijn ADI-boeken heilig? Absoluut niet. Dus kijk, als je fouten vindt, ja, je kunt die wel melden, maar wij kunnen daar vaak ook weinig aan doen. Merk je nu, ja, sorry, heel dat boek leest raar voor, laat het ons alstublieft weten, want natuurlijk, wij gaan ook niet elk boek
laten voorlezen en laten beluisteren door een student of dat het nog wel juist klinkt. Die zet de boeken klaar en dan gaan we checken, oké, eerste klant dat jullie het kunnen hebben natuurlijk op de kinderen. Dan een aantal tips voor eenvoudige layout. Als uw leerkracht een toets maakt, of de leerkracht een toets maakt, en die heeft een Word-document gemaakt, dan gaat dat sowieso voorleesbaar zijn. Want die kan dat Word-document geven aan de leerling, een PDF van maken en dat geven aan de leerling. Dus als iets gemaakt is in een tekstverwerker, zeker delen met de leerling, dat gaat geen extra tijd kosten om in te vullen. Een kleine tip, gebruik dan wel veel tabellen. Want de tabel werkt makkelijk om in te vullen. Want als je altijd zo van die streepjes of puntjes gaat zetten, ja, dat is heel ambetant. Dan moet de leerling altijd die strepen wegdoen, die puntjes wegdoen, iets nieuws zetten. Dus daar zijn wat layout-vriendelijke manieren. En dat kan je hier ook zien. Bijvoorbeeld, nooit tekst verticaal. Scheve tekst nooit doen. Want dat is altijd moeilijk leesbaar voor een computer. Dan heb ik jullie gezegd dat er oefeningen zijn die voor jullie klaarstaan, met daarachter ook oplossingsvideo's. Ja? Die staan voor jullie klaar. Stel, je mist iets of zo, laat dan zeker weten wat je mist en misschien kunnen we daar een video van maken. Loopt er iets mis met de voorleessoftware, kan je altijd de leverancier contacteren en gaan kijken of dat zij jullie kunnen ondersteunen daarbij. Oké. Het nawoord. Een beetje verder. Zo. Ah ja, deze tabel toont ook, als je wilt oefenen op typen, dan kan je oefening 1, 4, 7 en 8 doen. Dus die tabel vertelt je al iets waar dat je op oefent in, in de oefening. Zo. Deze oefening, oefening 8, schrijf die ook op. We hebben die bewust erin gestoken, omdat dan jij en je kind in contact gaan komen met luisterpunt. En luisterpunt, dat zijn dus leesboeken die zijn ingesproken door een echte stem. Ja, want natuurlijk, als je het met de computer laat voorlezen, is het een computerstem. En die klinken al veel aangenamer dan vroeger, maar het is nog altijd niet de real deal van een stem die je hoort. Een van mijn dromen voor onze leerlingen is dat er misschien ooit een computerpuberstem of kinderstem komt. Want misschien vinden die dat wel leuk om meer naar een stem te luisteren die past bij hun ja, leefwereld. Dus op de website Ik ga het lezen kan je een link vinden naar Luisterpunt met daarin dan de plaats voor leesboeken aan te vragen. En dan zijn dat audioboeken eigenlijk. Voilà. Oké, wat doen wij? Wij zijn dus heel het jaar bezig met voor jullie de ADI-boeken klaar te zetten, de bestellingen te checken, want wij controleren alle bestellingen. Wij zorgen dat jullie de voorleessoftware hebben, wij proberen de mailbox te doen, maar wij zijn heel hard afhankelijk van ondersteuning van jobstudenten daarvoor. Aangezien dat ons project heel hard is gegroeid, jullie zijn nu al met meer dan 23.000 die de voorleessoftware gebruiken en dan moeten nog een aantal duizenden voor de ADI-boeken. Dat is niet weinig werk en wij zijn eigenlijk met ADIBIP met een mini-team. Hè. Er zit nu iemand aan de chat. Zij zorgt eigenlijk voor de goede klantsupport en begeleidt studenten daarbij. Dus als je ons graag eens een plezier wil doen, steun ons dan door een jobstudent cadeau te doen. Heb je nog iemand in de familie die in het Leuvense woont, die bereid is in de vakantie ons te komen ondersteunen, laat dat ook weten. Want daar is alle hulp meer dan welkom. Wat kan je nog voor ons doen? Ten eerste, vandaag is dit onze 500ste video die wij voor jullie hebben gemaakt. Dus abonneer je op ons YouTube-kanaal en dan blijf je steeds op de hoogte van hoe en met wat dat we bezig zijn en of er nieuwe dingen bij komen. We hebben nu een tijdje gefocust op rekenen. Ik ga nu proberen wat meer taal in de verf te zetten. Werkwoordsvervoeging en vreemde talen, samen met collega's. Vind ons leuk op Facebook. Daar heet onze pagina Eureka Leuven. En als jullie Trooper kennen, dan kan je ook ons trooperen met ADIBIP. Waar heb ik het vandaag niet over gehad? Wetgeving. Hier is een heel krachtige brochure, aan de slag met voorleessoftware. En daar staat een juridisch artikel in dat zegt, de computer mag niet geweigerd worden in de school. Ik herhaal, de computer mag niet geweigerd worden, want dan doe je aan discriminatie.
De computer is een redelijke aanpassing en dat betekent dus, absoluut kost dat in het begin energie, maar het is een noodzakelijke energie, want anders verdrinkt die leerling. En dat is iets wat we natuurlijk in het onderwijs niet willen. We willen nog altijd succeservaringen en leerlingen proberen te krijgen naar ja, de job van hun dromen. Dan hebben we het is al een oudere publicatie, maar daarin staan alle leerstoornissen nog eens stap voor stap opgelijst. En dit is ook een al iets oudere werkmap, maar nog altijd wel heel actueel rond vaardigheden. Als je die map vastpakt, dat is eigenlijk een overzicht van welke vaardigheden moet je kunnen met de computer. Want het is niet gewoon de voorleessoftware. Het is de computer opzetten, afzetten, mappen aanmaken, bestandsnamen geven, een logische naam geven, delen, Word-vaardigheden. Misschien heb je ook nog computer op Google. Hoe zoek je veilig iets? Want natuurlijk, het internet is een open omgeving. Dat vraagt dus ook weer wat leerattitudes van ons om met die leerling die wereld te verkennen. Oké, hieronder staan ook de websites van de verschillende leveranciers. En dan wil ik jullie nog even zeggen, waarom doen we dit? Meer dan 10 jaar geleden zijn we eigenlijk binnen Eureka Onderwijs echt al begonnen met de computer te gebruiken. Omdat we zagen, oké, dit helpt voor deze doelgroep. Een mankement als dyslexie, ja, eigenlijk is dat voor het leven. Mankement is nogal een zwaar woord, maar eerlijk is eerlijk. Als een kind in het eerste leerjaar niet goed kan lezen, dan zit hij heel veel uren in de week iets te doen wat hij een faalervaring bij krijgt. En dus ook daar zich misschien voor schaamt en misschien zich schuldig voelt. Dat mankement, daar zit best een grote pijn soms achter bij onze leerlingen. Benoem dat ook, babbel daarover, daarom dat ik zelfs de film Ik Heet Niet Dom opzet. Ik denk, jullie kinderen liggen al in bed. Maar bekijk dat zeker met uw zoon, dochter. Het is echt belangrijk om daar eens over te babbelen. En vooral die Ik ben niet alleen te benoemen. Maar wij zien ook duidelijk een talent. Want natuurlijk, die leerlingen kunnen heel creatief zijn. Die kunnen heel veel het op een andere manier bekijken. Probleemoplossend zijn die heel sterk vaak. Want ja, die hebben niks anders gedaan dan problemen moeten oplossen. Als je heel veel vergeet, moet je wel creatief zijn en misschien denken, weet je wat, ik ga mijn sleutel gewoon vasthangen aan mijn broek. Dan kan ik het niet kwijt doen. Dus die van mankement tot talent, daar komt de computer bij ons zeker voor kijken, bij kijken. Verspreid deze AD leerwerkboek bij wie het nodig heeft. Het staat vrij toegankelijk en het bevat alle informatie die je nodig hebt. En dan hieronder wil ik even nog lezen. Kinderen die niet goed zien omwille van een oogstoornis dragen een bril. Kinderen die niet goed lezen, schrijven en spellen mocht je daar nog bij lezen, omwille van een leesstoornis hebben recht op voorleessoftware. Benieuwd hoe dit werkt? Daarvoor hebben we dat boek gemaakt. We zijn best trots dat dit boek er is, want het is voor ons een bundeling van de know-how die jullie nodig hebben om ermee aan de slag te gaan. Het is nu 9 uur, dus ik ga nu even kijken naar de chat. Ann, heb jij nog een samenvatting voor mij? En als dat niet zo is, dan ga ik even al kijken naar de vragen. Het aankopen van een smartphone, eigenlijk budgetair kijken is één ding, maar het tweede is vooral welke toestellen worden gebruikt in het netwerk. Ik kan wel zeggen, oh, een iPhone is keigoed, maar als iedereen Android gebruikt, hetzelfde met Mac of hetzelfde met PC, kijk wie dat u kan ondersteunen, want dat wordt vaak het belangrijkste. De hulp die je gaat nodig hebben. Ja? Het is wel zo dat over het algemeen de iPhone, de voorleessoftware, iets prominenter inzet, bijvoorbeeld de dicteerfuncties, maar aan de andere kant, op Android is dat even goed te vinden. Het is vooral het er leren gebruik van maken. Een tip daarbij, type het eens in op YouTube. Voorlezen, Android. Of voorleesstem, Android. SMS voorlezen, Android. En een tip, dat kan misschien ook dienen voor de grootmoeders, of mijn overgrootmoeder was het dan, die heeft ondersteuning gehad door gewoon de gsm te laten voorlezen. Als die een sms kreeg, werd het voorgelezen. Wat kan je doen als een school een leerling weigert in te schrijven omdat het met de computer moet werken? Dan raad ik echt 3 dingen aan. Ten eerste, die aan de slag met voorleessoftware, ik zal er even terug naartoe gaan, daar staat de wetgeving zwart op wit,
En dat is geschreven door het ministerie van Onderwijs. Dus dat is geen mening van Eureka. Daar staat een getuigenis van hoe dat de inspectie kijkt naar de computer in de klasgebruik. Daar staat de wetgeving in en daar staan de verplichtingen in. Dus zeker daarmee naar de school gaan, dat lijkt mij een van de meest cruciale materialen die je kan gebruiken. Het tweede is in gesprek gaan, want waarschijnlijk zit daar ergens een weerstand die misschien is, ja, maar we hebben dat nog nooit gedaan. Veel scholen denken dat zij de leerstof moeten kennen en kunnen, en dat is handig als ze dat kunnen, natuurlijk heb ik dat liever, maar sorry, leerkrachten moeten al met heel veel rekening houden. Aan de andere kant, een computer is bruikbaar voor kinderen die moeilijkheden met lezen, spellen, schrijven, anderstalige nieuwkomers, best een grote groep, buitengewoon onderwijs, best een grote groep, mensen die langdurig ziek zijn geweest en in een ziekenhuisschool. Er zijn verschillende manieren om die computer te gebruiken. En eerlijk is eerlijk, de computer gaat gewoon meer plaatsvinden. Wij zagen een van de effecten van ADI-boeken gebruiken, is dat heel veel van onze leerlingen vaardig waren op het moment dat ze thuis moesten les volgen. Waarom? Ah, die waren al de computer gebruikt. Dus je hebt eigenlijk al didactische tijd nodig. Ik zie soms ook concrete vragen rond voorleessoftware specifiek. Daar ga ik hier niet op antwoorden, omdat dat te specifiek gaat zijn. Maar normaal gezien staat het allemaal uitgelegd op de website van de leverancier. En anders kan je ze contacteren via hun website. Oké. Dan ga ik stilletjes aan afronden. Wij zijn altijd te bereiken. Je mag ons een mail sturen naar adibiep@eurekaleuf.be. Dat staat ook hier. Voilà, dus dat is één ding. Je doet ons echt een plezier met ons te volgen, te delen. Maar vooral, nog meer plezier doe je mij vandaag nog met ons evaluatieformulier in te vullen. Het is nog altijd spannend. Het is de tweede keer dat ik zoiets live doe. Ik vind het een beetje een monoloog. Ik zou jullie veel liever zien en kunnen interactie gaan op een andere manier. Maar dit is best efficiënt natuurlijk. Dus laat ons samen afspreken, vul het evaluatieformulier hieronder in. Neem dat ADI-leerwerkboek vast. Ik ben best snel gegaan vandaag, maar dat is omdat, ten eerste, ik wil dat jullie nog een fijne avond hebben, maar voornamelijk, het staat allemaal erin uitgelegd en de filmpjes kan je 5, 10, 20, 30 keer bekijken. Ook als logopedist is dat echt een werkinstrument om te zeggen, ik start het met jullie op, maar jullie oefenen het thuis. Op die manier is het bedacht. Is de ene software beter in schrijven en de andere in voorlezen? Is hier nog een vraag? Dat is een beetje het vergelijken tussen Apple en Android. Ik vind dat iets heel persoonlijk. Ik zie vooral dat leerlingen, als ze er genoeg mee werken, vaardig worden. Eén ding is wel belangrijk. Invullen van een ADI-boek is best een moeilijke vaardigheid. Net omdat je op dat boek bent aan het typen. Dus geef de leerlingen daar echt voldoende oefenkansen in, maar ook vooral tijd. Want iets typen, dan moet je al klikken. Ah, ik wil het hier. Ah, dat is te groot, dat is te klein. Ah, nee, ik wil het meer naar links. Ik moet typen. Oh nee. Dat vraagt gewoon al meer tijd. Oké. Bedankt voor de complimenten. Dat is altijd fijn om te lezen. Ik wens jullie nog een enorm fijne avond tegemoet. Blijf nog 5 minuten kijken. Ik ga de film Ik heet niet Tom opstarten. Dan heb je al tenminste een idee waarom dat je het moet volgen. Heb je het nadien gehad, zet het dan af. Maar ik raad jullie echt aan om die film te kijken. Het brengt elk jaar opnieuw ouders en leerlingen tot tranen toe, omdat de herkenbaarheid zo groot is. Dus een echte aanrader. Fijne avond allemaal nog. Mijn collega blijft nog even voor jullie klaarstaan in de chat. En ik wens jullie nog heel veel succes bij het afwerken van het schooljaar. En alvast een goede start in september. Dag. Thank you.
Kobe is 6.